Voetbaltijd wordt mede mogelijk gemaakt door... Dit is er weer een aflevering van Voetbaltijd vanuit het Van der Valk Hotel in Enschede. 10 jaar geleden maakte FC Twente het onmogelijke mogelijk door kampioen van Nederland te worden. Binnenkort zou er een theatershow over zijn. Die gaat wel door, maar over een jaar. Daarover meer binnenkort. Maar vandaag hebben we de mannen achter de knoppen aan de tafel zitten hier bij Van der Valk in Voetbaltijd. Maar ook natuurlijk van de partij is René Wagelaar, onze vaste analist. René, welkom. Welkom. De voorzitter van toen, Joop Mutseman. Joop, welkom. En commissaris van destijds Aldo van der Laan. Aldo, ook welkom. Dankjewel. En wij hebben jou het langst niet gezien in de publiciteit. Hoe is het met je? Ja, prima verder. Ja? Gewoon doorgaan met ademhalen. Kom je de coronatijd een beetje door? Ja, wij komen de coronatijd wel door. Ja. Want je hebt natuurlijk een bedrijf in de vleesverwerkende industrie. Ja, wij zijn een van de weinige sectoren die er niet door geraakt worden tot dit moment. Want dat komt natuurlijk ook een keer. Ja. Dus wat dat betreft hebben wij die zorgen die vele andere ondernemers hebben, die hebben wij niet. Nee. En jouw link met voetbal op dit moment? Ergens? Die is nul. En dat moet vooral ook zo blijven. Moet zo blijven. He, dat scheelt om een toelichting, maar daarover meer zo dadelijk. Joop, hoe is het met jou? Ja, met mij is het goed. Ja? Sinds onze laatste uitzending. Ja, dat was een goed bekeken uitzending. Ja. De bedoeling moet zijn om dat te overtreffen nu, de kijkcijfers. Oké. Dus dan weet je dat de druk op een hele klus. Het is wel, nou, dit is een leuk onderwerp natuurlijk. Jawel, het is wel 10 jaar geleden natuurlijk. Ja. Gosje, mijn zeg. Tijd vliegt. Ja, tijd vliegt. Oh, ja. Dat zie je nu. Legendarische gebeurtenis destijds op 2 mei 2010. Ik heb het al eerder aan je gevraagd, René, waar jij was op dat moment. Maar als je dan nu terugkijkt, wat doet het nog met je? Ook al zit Ajax meer in je hart. Ja, de nummer 2 van toen. Toen was dat natuurlijk ook wel wat erger, Ajax. Dat wil zeggen, dat is ook in de loop der jaren, je wordt ouder en je wordt wat milder. Maar toen was ik inderdaad wel echt Ajax-fan. Want ik was op de terugweg met Jeroen Heubach. Die was verhuurd aan NEC. Die hadden tegen Ajax gespeeld. En die wist niet hoe snel die in Enschede moest komen? Die wist, die ging nog even voor het uitvak staan. En die ging nog even met het shirt omhoog van dat Twente kampioen was. Dus Carlos Albers die belt op onderweg. Hij zegt, wat heb je nou gedaan? Want ik heb hier een stel dolle stieren in een vak zitten. Die willen je lynchen. Dus heel snel wegwezen. Hij zegt, ik ben al onderweg. Nou, hij was er met zomer. En wel een berg, hè? Ja. Oud Twente spelers. Klopt. Ja. Zijn we teruggereden. Ik dacht bij Apeldoorn. En ik denk, goh, die IKEA die heeft extra uitverkopen. Het begint wat druk te worden op de weg. Deventer. Ik denk, zou hier ook een IKEA zitten? En toen kwamen we bijna niet meer verder. Nee. Ja, en de rest is geschiedenis. De rest is geschiedenis. Ja. Maar wel prachtig, zo'n club natuurlijk, hoe het gegaan is. Want in het draaiboek stond volgens mij, maar dat weten jullie beter, om 8 uur een diner bij de Grols. En om 2:30 waren ze. Dus dat is wel lang. Dat is wel mooi. Maar ja, Ajax had wel 85 punten, hè? Ongelooflijk toen. Wij haalden 86 punten. Het is werkelijk uniek, hè, in de geschiedenis van alleen Real Madrid en Barcelona. Ja. Ik weet niet hoe het met Liverpool zit. Wie dat heeft gedaan, komen we straks nog denk ik op terug. Ja, we gaan over alles terugkomen. De spelers lijkt me. Vooral de spelers die binnenkort dus, en dat is over een jaar, in die theatershow een rol zullen hebben. Maar nu dus de mannen achter de knoppen, zoals gezegd. En even over de rolverdeling in de aanloop naar het kampioensjaar en überhaupt in die tijd, Aldo. Er is veel over gespeculeerd in de media wel. Hoe was die tussen jullie twee? Bijvoorbeeld met het aantrekken van spelers. Ja, dat deden we meestal samen. Ja. Een enkele keer dat het niet samen ging, maar dat... dat was dan vanwege praktische situaties. Ik weet, met het aantrekken van Ruiz bijvoorbeeld, was ik op vakantie in Mallorca. En dat heb ik van Mallorca gedaan. En ik had 3 telefoons. Ja. We hebben al constant contact. Ja. Dus dat ging op die manier. Ja. En Joop, en dat moet natuurlijk niemand vergeten, die was 10 jaar lang of langer 24/7 met Twente bezig. Ja. En dat was ik natuurlijk niet. Nee, maar je noemt misschien wel de belangrijkste pijler onder het kampioenschap, Brian Ruiz. Hoe kwam die transfer tot stand? Ook een beetje geluk, Joop. Nou, transfer, wij hadden... Je had iemand anders op het oog. Nou ja... Ja, maar, ja, nou ja, goed, Aldo kan het beter vertellen, maar vertel jij dat maar, Aldo. Nou goed, in die zin, we hadden natuurlijk Cissé al vastgelegd. En die koos op het laatste moment voor Feyenoord. Ja, en ik denk niet dat we hier een kampioenschap hadden besproken als Cissé naar Twente was gekomen. Dat denk ik ook niet. Dus dat was een... Joop was op vakantie. En ik moest op audiëntie bij Sir Steve komen. Ja. En die liet me alle hoeken van de kamer zien. Want we hadden geloof ik... Was het Elia verkocht ook die zomer? We hadden een aantal jongens verkocht. En dan de bevolkte opvolger, die kwam niet. Ja. Nou, Steve was not amused. Ja. Maar...
eufemistisch te zeggen. Ja. Dus toen zijn we werk gaan maken van Brian Ruiz. Ja. En die zat al bij jullie op de radar? Nou, ja, die was al op de radar. Ja. Ja. Nou ja, we hadden trainingskamp gehad, dat was een jaar ervoor in Beckham, ja. Ja. Op TVO-terrein. En we zagen het eigenlijk best zitten in dat seizoen. Hè. En we voetbalden toen tegen Gent. En dan was Michel Prudhomme, de coach, ja. Daar stond rechts achter. Rosales. Ja. En stond rechts voor Ruiz. Ja. En we gingen er gewoon met 4-1 in. Ja. Terwijl zij nog niet eens in trainingskamp waren. Met een trainer die alsmaar riep naar voren. Ja. En dat laten we ook praktiseren in Enschede. En hebben we laten goed onthouden. Want hij was natuurlijk wel van het meer avontuurlijke voetbal. En we vonden dat eigenlijk wel een prettige voorzetting daarna naar Steve. Ja. Dus wat dat betreft. En toen zat hij op de radar. Ja. En het spel ging lopen. Maar alles past ook eigenlijk, Joop. Hè? Als je ziet de puzzel met spelers ook, hoe het in elkaar viel. Het zat ook, kun je niet altijd zeggen. Maar het paste wel, het elftal dat er stond. Ruiz ook 9 keer in de laatste minuut. Ja. Nou ja, kijk, ik heb nog eens opgeschreven hier. Wisgerov, Douglas, onze vriend, de Braziliaan. En op links hadden we Tindalli en op linksback Tindalli. Maar hadden we nog die Australië, Carney hadden we nog achter. Ja, inderdaad, maar Nicky Kuiper was. En Nicky Kuiper, die raakte geblesseerd. Ja, nou, dan hadden we een fantastisch. Stoch, die kwam binnenlopen, ik weet niet even hoe die naar ons kwam. Die kwam van Chelsea, was die. Huren. Ik weet niet hoe die bij ons is gekomen, dat weet ik niet meer. Maar waren Perez, Janssen en Brahma op middenveld. Ja, en dan hadden we Tio tegen nog achter, hè? Die hadden we er gewoon achter. Ruiz, Cuffo, Stok. En De Jong hadden we op de bank zitten. Het klinkt allemaal niet als top, joh, maar het paste precies. Dat zegt niet van, wat top, maar het was een machine. Het klopte als precies. Als je ze allemaal bekijkt, weet je nog, hadden zitten, waar De Jong nog zitten, Rajkovic. Onze vriend Parker hadden we nog, Rentla. Het was de mix van ervaring, talent, klasse. Niet te vergeten, Javadov. Javadov, ja. Opgepikt naar een verblijf. Dat was geen gelukkige greep. Wat dacht je van Wellington? Ja. Wellington. Maar ze hadden het er altijd over van, wat moeten jullie nou met al die spelers werden aangetrokken, maar die spelen allemaal niet. Ja. Maar dat was gewoon onderdeel van de strategie. Van de strategie om kampioen te worden, want dat hadden we wel geleerd. Je moet op de training, je moet zoveel weerstand zitten. Kijk, Perez zei altijd, wij moeten zoveel weerstand hebben dat we makkelijk van ploeg als Willem II kunnen winnen. Dus onze tweede elf was eigenlijk net zo sterk als een eredivisie elftal. Ja. En als je dan, ik hoorde Perez liep altijd, dan sta ik zaterdag, moet ik weer tegen die Nasjet Akram staan. Hij wordt er helemaal gek van. Ja. Maar hij zegt, de voordeel is dat ik het zondag makkelijker heb. Ja mooi hè, dat het zo dan loopt. Ja. Maar het gekke was dat men hier nog altijd zei van, ja, die speelt niet en die hebben ze aangetrokken en die speelt niet en die speelt niet. Maar daar ging het helemaal niet om. Je moest een brede selectie hebben. En dat was het voordeel van Steve. Steve wist natuurlijk met Manchester United hoe je kampioen kon worden. En welke weerstand er moest zijn. En dat was de reden. En als je blijft winnen, gaan reserves nooit zeuren. Hè? Als je maar blijft winnen, dan komen ze ook niet in opstand. Ik speel. En we hebben natuurlijk ook weinig blessures gehad. Ja. En weinig blessures, bijna niemand. Een Cuffo zei in 2009, want die kon naar andere clubs, die kon terug naar Canada, wat hij graag wilde, geloof ik, met zijn familie. Hij zei, ik wil kampioen worden, monsieur le président. Ja, monsieur le président. Dus die gaf al een signaal af, richt nou een selectie in die, zeg maar, gemodelleerd is naar de eisen van een kampioenschap. Ja. Hij wilde nog blijven. Hij wilde afscheid nemen met een laatste kunstje, met een ultiem geschenk eigenlijk. En die man die was gedreven, hè? Toen je hem vervolgens wist te behouden. Cuffo, hoe was jouw contact met Blaise? Ja, Blaise is een hele bijzondere man. Ja. Natuurlijk geen standaard voetballer in zijn filosoof. Filosoof. Dat is hij. Verder ontzettend aardige vent. Ik zat niet zo dicht op de selectie als Joop, hoor. Dus ik had niet zo heel veel contact verder buiten wat wedstrijden om. Maar daar kon je ook een heel leuk gesprek mee voeren. Maar het was wel heel erg op zichzelf en op zijn gezin. Dat was ook onze rolverdeling, hè, vaak. Ja. Zeg maar in de transfers. Dat Aldo het heel klinisch kon benaderen en ik naartoe kon gaan en zijn knuffel kon geven om toch
Joop is meer van knuffelen. Dat als jij dan nu een zware tijd hebben, Joop. Om de spelen binnen te halen. Je mag helemaal niks. Nee, maar ik heb een vrouw die kan knuffelen. Nee, de vrouw niet meer. Nee. Jawel. Nee, maar dat was wel onze rolverdeling natuurlijk. En ik haakte nog wel eens af. Dat ik dacht van, nou laat dan ook maar zitten. Zat daar wat emotioneel in en zei Aldo geen... Hij gaat hier naartoe. En haalde hem dan ook echt. Ja, het loopt goed in de eerste competitiehelft. Het kampioenschap is... We verloren met 3-1 van hem in de voorbereiding. In de voorbereiding, maar het begint te draaien. En dan is er, dan heb je misschien zicht op iets heel moois. En dan is het de winterstop. Ik kan me nog een 5-0 pandoering tegen Anderlecht op het trainingskamp herinneren. Maar even los daarvan. Er is ook belangstelling geweest voor belangrijke spelers, hè, Aldo? Ja, Douglas, die bij mij op kantoor aan tafel gezeten. Wie? Die kwam op Wolfsburg. Wolfsburg, een delegatie. Er kwam een hele delegatie. Douglas wilde enorm graag. Maar wij hebben dat toen niet gedaan. Omdat we zeiden, als we dit doen, dan valt het kampioenschap in duigen. Ja, wat bonussen? En wij hebben gezegd, als je hem echt wil hebben, dan moet je... We nou niet meer over de bedragen praten, want het is niet veel te zaken. Maar dan moet je aanzienlijk meer bieden als je nu doet. Ja. Dat gaat ons kampioenschap kosten. Ja. Wij wilden dus ook kampioen worden. Dus dan moet je wel in je prijs meenemen. En dat wilden ze niet. En toen hebben we gezegd, dan gaat het niet door. Ja. Laten we zeggen dat jullie misschien 4 miljoen meer... vroeger dan zij boden, maar het was niet over te praten, Joop. Nee, zij hadden een topprijs en dat was het. Ja. Gelukkig wilden ze daar niet overheen achteraf. Nee. Maar je weegt 4 miljoen niet op als je kampioen zou kunnen natuurlijk worden. Natuurlijk. Wat is dan maar je gaat wel het totale bedrag. Ja, ja. Nee, maar goed, wat is dan een prijs? Maar geen moment getwijfeld om Douglas van de hand te doen? Aldo wilde kampioen worden. Aldo wilde kampioen worden. Jij niet. Nee, maar luister, wij gingen ervan uit dat een kampioenschap met Champions League daarna, dat bracht 20 tot 25 miljoen op. Ja. Dus als je zekerheid heb je natuurlijk in de winterstop niet, hè? Dat moet je ook realiseren. Nee. Dus dan moet er wel een bedrag uitkomen. Wat zeg maar minstens de helft van dat bedrag oplevert, wil je dat doen. En bovendien, ik weet zeker, als we dat niet hadden gedaan, dan was het helemaal, als die wel was weggegaan, was het helemaal in duigen gevallen. Omdat hij heel belangrijk was. Ja, niet alleen dat. Maar dat signaal wat je natuurlijk afgeeft is, en met Steve McLaren, als je een speler verkocht, dan had je de eerste drie weken had je wel ruzie kort. Dan kon het... En toen verloren we nog even van Anderlecht in de winterstop. Ja, dat zeg ik. Nou hebben we net Douglas en nou gebeurt ons dit. Ja. En daar deed Steve ook iets heel belangrijks. Hè? Vertel. Nou ja, goed, ze verloren met 5-1, dus die spelersgroep drop natuurlijk af. Ging dit wordt toch schaamtevol. Schaamtevol vanavond met die trainer, want hij kon emotioneel zijn, die Steve. Nou ja, Aldo kan dan weten alles van, daar kunnen jullie haar verhalen over vertellen. Maar goed, in ieder geval, ze komen terug en Steve deed zoals hij altijd deed. Dat was natuurlijk echt wel een psycholoog hoor. En die zei, hello guys, we are going to drink a beer. En het werd een hele vrolijke avond. En er werd helemaal nooit meer over die wedstrijd gesproken. Ja, slim. Dat is het juiste signaal geweest. Ja, dat is natuurlijk heel erg. Hij ging gewoon heel atypisch te werk. Ja. Kijk, maar als je dan in die curve gaat praten, het was slecht, het was dit. Dan kun je zomaar ergens in een curve komen dat naar beneden gaat. Maar als je dit doet, kom, we drinken een bier. Dan denk je dan, wat is hier aan de hand, joh? Hoe kan dit nou? En wordt helemaal niet kwaad. Ja, fantastisch. Het pakt allemaal goed uit. Kijk, dat is het. Je moet nog geluk hebben. Tuurlijk, als je Ruiz nou niet had gehad, wees eerlijk. En die beslist 9 keer. Ja, maar ja. Die wedstrijd. Nee, maar ik bedoel maar. Hij was een pad. Hij was goed. Hij was echt goed. Vergeet ze toch niet. Nee, alles past ook. Alles paste. Steve zei, weet je nog Aldo, in het begin van het seizoen, dat hij zei, we need a special one. En die special one, wat is een special one? Kwam die met Perez op de proppen. Ja. Onbetaalbaar voor ons, natuurlijk. En ik denk dat spel vrij goed is gespeeld door ons. En dat we uiteindelijk Perez voor een vrij laag bedrag in de salarisschaal kregen. Omdat Ajax dacht, als hij weg is, want die moest zijn salaris doorbetalen. Die betaalde hem de helft en wij betaalden de helft. Dat was te doen. En dat was voor ons te doen. Ja. En er was wel kritiek op, hè, soms. Jawel, maar goed, hij heeft... Waarom halen jullie Perez? Ah, Perez was zo belangrijk. Hij heeft zich dubbel en dwars met zijn ervaring natuurlijk bewezen. Ja. En over Ajax gesproken... En ik had altijd zo'n intuïtief gevoel bij Perez. De jaren ervoor met Fred speelden wij in Emmen. En als Perez aan de bal was, dacht hij... Oh, wat gaat er nou weer gebeuren? Speels. Zo onvoorspelbaar. En dat was natuurlijk geweldig. Ja. En die hadden we erbij. Iedereen had respect voor Perez.
Ajax. We gaan richting de kampioensrace, de climax. Het is nog een wedstrijd of 4-3 te spelen. En Ajax voert de druk allengs op, hè, via de trainer, speler Demi de Zeeuw, kan ik me herinneren. Probeer het Twente natuurlijk van het padje te brengen. Ja. De bus werd nog bekogeld. Ja, dat AZ, was bij AZ. Al die factoren. Ja. Twente bleef op de een of andere manier totaal onverstoorbaar. Was dat ook het karakter van de ploeg van McLaren? Zeker van McLaren. Ja. Die wist hoe je dat op dat moment, bij je later was het anders, maar... dit geheel terzijde. Oh, ja. Op dat moment deed hij overal precies het goede. Ja. Dus wat Joop zegt, dat heeft natuurlijk ook met zijn ervaring als bondscoach te maken in Engeland. Nou, daar is hij natuurlijk ook met pek en veren is die weggegaan. De wolle met de wolle. Dus die ervaring had hij. Manchester United heeft hij natuurlijk altijd met Alex Ferguson samengewerkt. Dan ben je gewend om te presteren, om te moeten presteren. Ik denk dat heel erg meegespeeld heeft. En daarnaast moet je natuurlijk realiseren dat met spelers als Wisselhof, Koeveld, ook Brian Ruiz, dat geen leider in de groep was. Had je natuurlijk wel heel veel stabiliteit. Autonome denkers allemaal. Als je Theo Jansen neemt, die was wel nummer 4 of 5 in de pickorde. Ja. Maar wel een autonome denker ook. Hè? Ja, die maakt mij iets. Onverstoorbaar waren ze, zelfvertrouwen en vooral geduld. Ze dachten, in de laatste minuut kunnen we ook dan winnen, hoor. Ja, leven rustig. En toch kneep jij hem heel erg, Joop, weet ik nog uit die tijd. Verliezen van AZ, hè? Een onterecht gekregen strafschop enzovoorts. Jij zat te bibberen. Nou, daar zaten wij wel te bibberen. Nou, te bibberen, maar daar waren we ook wel boos, hoor. Ik bedoel, op Fink. Ja. Want het was hensbal en hij gaf hem ons niet. En we hadden ook al die ellende van die tegel door de ruit. Waar iedereen van slag was, laten we eerlijk zijn. Ja. Dat is niet fijn, hoor, als je in de bus zit. Nee, zeker niet. En dan schrik je je rot. En natuurlijk zit je dan te bibberen. Want dan, op dat moment sta je nog maar met 1 punt voor. Douglas had het laatst over een complot. Ja, maar dat was een jaar daarna. Ja, oké. Dat was een jaar na. Toen mochten we geen kampioen worden. Moet je kijken, bij Twente hadden ze ook toen in die tijd de scouting natuurlijk goed voor elkaar. Je had Burgerkamp, je had Van Staaij, je had onderschat Wilaert, de vader van Rob, die nu bij Willem II weer perfect werk neerzet. Ja, moet je kijken wat hij op had. Die scouting, dat liep echt prima. Dat weet ik niet of hij wat heeft gedaan. Nee, die kwam ook met Ruiz natuurlijk. Nee, maar dat was wel een team. Het was een team. En dat was met alles zo. Hè. We hadden dat team, maar we hadden Jan van Staaij, dat moet je ook niet onderschatten. Ja, precies. Jan van Staaij was dus degene die, zeg maar, al die jongens, die kwamen hier dan en die legden hier in de watten. Verbinden. En, verbinden. Moet er een wasmachine, dan komt er een wasmachine. Moet ik jou vanavond een pilsje doen? Moet ik het ook al voor je inschenken? Ik kom bij jou. Dus iedereen voelde zich... Jan is verbinder, hè? Jan was een enorme verbinder. Ik bedoel... Die zouden ze bij dit Twente natuurlijk ook fantastisch kunnen hebben. Ja, met alle buitenlanders om dat te doen. Dat is zijn klimaat. Zijn kracht. Alles gaat om het klimaat voor dat kampioenschap. Ja. Je moet, het is niet zomaar wat kampioen worden. Nee. Ik bedoel, dat is klimaatbeheersing. De special one, zoals Steven zei. Ja, waar ik nog nooit van gehoord heb. Die klimaatbeheersing, leidt tot een wedstrijd in Breda op 2 mei 2010, 10 jaar geleden. Ja. Er wordt nog een video gemaakt, hè, om de mensen te... Any Given Sunday. Dat deed het ook goed. Achteraf kun je ook zeggen, het pakt weer goed uit. Ja. Denk je dat het echt een rol kan hebben gespeeld, Aldo? Oh, ja, dat heeft natuurlijk allemaal bijgedragen. Ja. Ja. En 2 jaar later hadden we een video en dat ging helemaal verkeerd. Dus ja, dat is iedereen van jou. Alles was perfect. Ja, toen werden we bij NAC nog een speler afgestuurd. VR. En uit die vrije trap die volgt, maak je gelijk 1-0. Ja. Hoe zat jij daar op die tribune? Want jij bent emotioneel, als ik je zo van de zijkant beleef, emotioneel gelijkmatig. Niet te uitbundig. Dat heb ik nog nooit van verteld. Dat heb ik nog nooit gehoord. Ja, je bent natuurlijk hartstikke blij. En we dachten van, dit zal ons net niet gebeuren. Want je bent toch een beetje, en het gebeurde wel. Dus daar ben je wel erg blij mee. Ik moet wel zeggen, toen we het kampioenschap hadden en ik stond op dat veld, toen dacht ik van, is het nou dat? Is dat alles? Dan is het alles. Ja. De zon is geen of het regende niet. Hoe diep zat het bij je? Hoe blij was je? Was het totale ontlading bij je? Nou, nee, dat
zover gaat het niet, maar... Het is maar een spelletje in dat opzicht? Ja, nou, het is wel meer dan een spelletje, zeker op dat moment als je er zo bij betrokken bent. En ik denk natuurlijk, kijk, je zit, als je bestuurder bent van voetbalclub, zit je ook op de tribune, dan zit je elke dag te rekenen. Ja. Elke goal voor of tegen is geld. Is een bedrag. Minder of meer, dus dat heb je ook wel heel erg. Ik dacht wel toen ik op het veld stond van nou wegwezen. Toch wel. Maar toch dan wel. Denk ik, ja, het is de Champions League. Alle twee, dat is wel leuk dan niet. Toen zijn jullie gebleven, maar op dat veld, Joop, we kennen de beelden dat jij aan dat veld staat. Ja. Dat je het eigenlijk niet kunt geloven. Nee. Jij was als Tim Hoschen, zoals ze daar zo zeggen. Ik vond het zo mooi voor de tijd, hè, met Steve. Dat Steve zei van, hoe heette die trainer ook alweer van... Maaskant. Die riep, we gaan van Twente winnen, we krijgen die cadeau, die pot is voor ons. En toen zei Steve, what's happening? Hij zei, maak je niet druk. Hij zegt, als een trainer zijn spelers ophebt, een kwalitatief mindere selectie ophebt, leidt dat altijd tot overacting op het veld. Ja. VR ging in de fout, Snoil maakte de fout. Het gebeurde precies wat Steve zei. Hij zegt, als je een goede ploeg op hebt, want die zijn meestal lui, dan stijgen ze boven zichzelf uit. Ja. Want Peter Wisschoff zei dat ook. Het was net of die Al Pacino tegen mij sprak. Ja. Hij zegt, ik ging veld open. Ik denk, dit kan niet meer misgaan. Nee. En dan kwam de Any Given Sunday. Hij zegt, maar het was alsof die... Het was ook zo goed gemonteerd door die Martine. Ja. En de muziek was ook zo goed eronder daarna. Dus ja... Maar dat kan maar één keer, het is wat Aldo zegt. Ja. Het valt allemaal net goed. Je moet gelukkig. Maar wat denken jullie? Zou dit ooit weer kunnen gebeuren? En twee is, wat zou er bij Twente nu moeten veranderen? Als je denkt, die kant moeten we erop om ooit weer kampioen te worden. Daar weet ik niks van. Ik sta er zo ver vanaf. Maar ja, ik ook. Ik denk dat je één ding wel moet constateren. Dat als je ziet waar Ajax zich bevindt en de financiële middelen die zijn. Ja, ik kan me niet voorstellen... Dan gaan wij het niet meer meemaken in ons leven. Dan maken wij dat niet meer mee. Nee. Als Ajax niet geen gekke dingen doet, dan zijn ze de eerste 20 jaar kampioen. Ja. En dat is ook wat wij toen wilden, aanhaken in ieder geval bij die top 4, top 5. Twente is nummer 4 van Nederland. Twente was... Er zei ooit iemand toen bij het kampioenschap, die zei van... Door dit te doen, je hebt de regio Rotterdam, je hebt de regio Amsterdam, je hebt de regio Eindhoven qua voetbal en je hebt nu de regio Twente qua voetbal. Ja. En Twente staat op de kaart. Hè? Ik bedoel, daar kun je Twente-dinners en Aspergie-dinners tegenaan gooien. Maar dit bracht veel meer in Nederland teweeg dan al dit soort promotiezaken met budget enzovoort. Ja. Enzovoort. En laten we niet vergeten. Het bracht de Twentse economie miljoenen op. Ja. Want elke Europese wedstrijd werd gewoon een miljoen in Twente besteed. Je mocht geen taartje doorslikken of er staat het wapen van Twente. Of? Ja, maar goed. Iedereen, als je hier naartoe kwam, werd hier besteed. De hotelkamers waren bezet. Ja. Dus het was natuurlijk wel fantastisch ook voor de streek. Ja. Nog heel even de afronding van het kampioenschap. Op de terugreis, in de terugreis gegoten. Ja, die is natuurlijk iconisch geworden. En dan kom je op een gegeven moment, dan wordt die Engelse bus, die wordt bestegen in de buurt van Lochem. Hoe heb jij dat beleefd, Aldo? Ik vond het vooral heel lang duren, moet ik zeggen. kan het een beetje enthousiaster? Nuchter peers, zeggen we nou. Ik had wel trek. Dacht ik ook al. De blijdschap van de mensen en de emotionele blijdschap van de mensen. Dat zag je ook in het stadion, die paar honderd supporters die een kaartje konden krijgen van dat uitvang. Die mensen die waren echt ontroerd. Ja. En dat is denk ik wat mij het meest trof. Ja, mooi. En ik ben natuurlijk geen Twent van geboorte. Maar ik dacht, die mensen zien voor het eerst dat ze zich niet hoeven te laten knechten. Want dat knechtgedrag in Twente zit er natuurlijk heel diep. Ten opzichte van het verleden. Ja, niet alleen ten opzichte van het Westen, maar die mensen zijn hier, als je die verhalen leest, wat er vroeger in die textielindustrie is voor het gebeuren. Ja. Ja, die mensen zijn natuurlijk echt geknecht door al die jaren heen. Zo keken wij naar de selectie, Eddie. Ja. Minderwaardigheidscomplex was afgeschud eigenlijk. Maar als je naar onze selectie keek... Voor een deel, als je naar onze selectie keek, Aldo, dat weet jij ook. Daar keken we ook echt naar. Niemand was bang voor via welke club dan ook in Nederland. Nee. Ze gingen, ik bedoel, denk je nou dat Roeijs dacht, ik ga naar Rotterdam of naar Amsterdam, maar ook even een... Integendeel zelfs. Daar had je nog nooit aan gedacht. Het motiveerde eerder. Die Braziliaan had er nog nooit aan gedacht. Nee. Theo Jansen, denk je dat hij enig respect had daarvoor? Nee. Totaal niet. Die ging het veld op en die dacht... Oh. Ja.
Aan de bakken hier. Nog één. Of zoals in Twente zeggen, aan de skuppen. Aan de skuppen, ja. Aldo, verstond je Toon wel altijd? Kon je wel verstaan met dat accent? Toon Renes. Dat ging wel goed. Toon Renes. Jij wel. Toon Renes een beetje netter dan dat in naar die Tukkers deed. Kiekt je maar goed. Vergeet niet dat wij wel elke zaterdag, wij kwamen toch één of twee keer, drie keer in de week op het trainingscentrum natuurlijk. Dus we probeerden wel aan te voelen wat er was en elke wens die ze hadden te voldoen of meteen af te wijzen, omdat in zo'n tijd duidelijkheid is dan... Alles liep. Het allerbelangrijkste. Ja. Het is een uniek alles seizoen nou, geweest. Ik kan niet zeggen dat Aldo nooit duidelijk is. Nee. Geen woord Spaans ook. Heb ik net gemerkt. Geen woord Spaans. Heel even nog, die terugtocht. Op een gegeven moment, het duurt zo lang inderdaad. Ja, en het is extatisch, euforisch. En op een gegeven moment... Dat laatste stukje, dat doe je niet meer. Ah, dat was vond ik vanaf, heel vanaf, erg. Vanaf Hengelo, geloof ik. Er stonden nog heel veel supporters. Daar heb jij wakker van gelegen. Daar heb ik echt wakker van gelegen. Ja. We gingen in één keer, maakten we een afslag. Werd besloten. Door wie? Ik weet het niet meer. Ooit door de politie. Dat kan ook. Ja. Dat kan ook. Had jij het af willen maken? Het is natuurlijk verschrikkelijk goed gegaan, hè? Ja. Want qua veiligheid. Het had ook heel anders. Ja. Ik geloof dat er maar één iemand is die... Het geloof ik een geval of wat dan ook met een gebroken been. Dat was Theo. Ja. Theo viel. Ja. Dat was wat eerder. Maar het was natuurlijk ook levensgevaarlijk. Laten we wel. Ja. Maar ja, Aldo... Doordat het zoveel mensen op die snelweg kwamen, kon niemand meer harder rijden 20 km per uur, of nog niet eens. Het mooie was de spontaniteit van die spontaniteit. Ja, maar Eddie, je gaat tot Hengelo. En dan kom je in Enschede. FC Twente komt uit Enschede eigenlijk. He, daar zit je, de supporters van oudsher, waar het is begonnen. En dat laatste stukje rij je niet. Ja. Ga je achterlangs en dan staan de Enschede'ers... Maar Joop, anders was je om 7 uur niet terug misschien. Nee, hoe moet je dat dan doen? Nee, tuurlijk niet, maar daar heb ik het nog niet over. Later hebben we het ingehaald. Toen zijn we alleen door Enschede. Totaal ik snapte wel, dan ben je potverdorie tot 7 uur morgens op de weg, man. Ja, weet ik wel, maar goed. Ik bedoel, je was al zo, je hebt gelijk. Maar ik dacht dan aan de supporters. Ja. Ik dacht aan de supporters. Die paar kunnen we ook nog altijd zeggen. Gelukkig is het de dag erop, de dagen erop is dat goed gekomen. Hè, met de massale supporters, vieringen enzovoorts. Uniek jaar, 10 jaar geleden. Hoe kijken jullie nu in het heden? Tijdens de lockdown van 2020 terug naar die periode. Jij, Aldo. Ja, het is inmiddels zo lang geleden. Ik sta er niet... Kijk, je wordt nu allemaal hier vandaag zitten, word je eraan herinneren dat het 10 jaar geleden is. Maar het is af. Het was hartstikke leuk, hartstikke mooi. Heeft het een speciale plek in je hart? Nou, mijn hart, maar het is natuurlijk wel... Of in je hoofd? In je hoofd. Het zit natuurlijk wel in je verleden. Je hebt wel iets meegemaakt en mede tot stand kunnen brengen. En dat was wel heel gaaf. Ja. Joop, jij wordt ook nooit meer losgekoppeld van het kampioenschap natuurlijk. Ja, nou, daar gaat het niet zo om. Kijk, Aldo en ik hebben altijd gezegd, wij moeten de voorwaarden scheppen om een kampioenschap te realiseren. En dat betekent dus dat je eigenlijk zegt, zo'n hele club staat in dienst van het technisch bedrijf. Ja. En als er geen geld was, dan moest de commerciële afdeling nog even. Dus de commerciële afdeling was belangrijk, het technisch bedrijf was belangrijk. Hè, want daardoor had je ook dat mooie budget. Het was gewoon 12 uur vol aan de bak elke dag om geld op te halen. En aan de andere kant, hoe besteed je het best? Beleid. Nou ja, en die twee afdelingen waren dus het belangrijkste in de club. Hoe kijk je terug? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik bedoel, als het gebeurd is wat Aldo zei, is dit het al. Maar... Aldo zei net, eigenlijk hadden we afscheid moeten nemen. Ja, natuurlijk. Op dat moment. Meteen. Maar daarna was de club ook eigenlijk niet meer... we hebben dat vanuit dat dal moeten optrekken. En daarna was de club van iedereen. Er was overal kritiek op. Ik bedoel, je kon... als je de meisjes die een belasting hebben van een C1-team op het veld liet voetballen... dan hadden dan eigenlijk... Nou, ik zei dat toen al, je had eigenlijk... Tenminste, ik voor mezelf had eigenlijk gewoon moeten denken, adios. We zijn jou goed zat, Joop, nou moet je opstappen. Ja, precies. Want wat je dan ook doet, je doet het toch niet meer goed. Ja. Het is wat ze Victoria zei, met de Churchill zei, waarom Churchill wegging. De oppositie zei, hij doet alle dingen goed, maar die kop staat er niet meer aan. Ja. Nou, dan moet je gewoon wegwezen. De geschiedenis. René, Van der Laan
Munsterman in de geschiedenis? Hoe positioneer jij ze? Niets is eeuwig, hè? Niets. Maar deze twee, niet omdat ze hier nu zitten, visionairs, als je die nu bij het huidige Twente had, ja, dat zou ik wel heel graag willen. Jij opteert voor een terugkeer van die koppen. Nou ja, dat zal moeilijk worden, denk ik. Maar ik bedoel daarmee te zeggen. Keep on dreaming. Maar, nee, dat weet ik en dat begrijp ik. Maar om dit soort mensen binnen een club te hebben. En wat je nu tegenwoordig ziet, ja, dat zou ik toch wel een heel groot verschil vinden en wel toejuichen. Ja. Eén dingetje nog, hè. Even de actualiteit. Van Leeuwen, Ted van Leeuwen gaat weg, moet weg. Garcia wacht hetzelfde lot in deze dagen. Wie moet de nieuwe trainer worden van FC Twente? Heb je een naam? Ik heb wel een naam. Ik zou wel voor Erwin Koeman willen gaan. Erwin Koeman? Ja. Nuchtere, ja. Normale jongen? Past bij de streek, heeft een heel goed netwerk. Ja. Internationaal is een goede vent, dat weet ik zelf. Normaal. Interessant. Kijk op voetbal. Houdt van dit soort voetbal ook. Dus niet tiki-taki wat we nu hebben gehad. Hè. Echt voetbal wil hij met strijd, passie, naar voren toe. Ik zou met Erwin Koeman wel in zee durven. Maar je dacht altijd andersom, hè? Hij zegt het nuchter, pas bij de streek, ja. En ga zo maar door. Ja, maar wij dachten, Steve McLaren. Ja, ja. Iets nee, maar, ja, iets nee maar dat komt weg vanuit de Manchester United gedachte. Die zei, ja, die Londense clubs die winnen alles. Wat moeten wij nou doen om daar... oppositie te voeren. Om daar uit weg te komen. En toen haalden ze Cantona uit het nieuws. Dat was natuurlijk knettergek. Maar ik bedoel, ze deden dat vanaf die tijd. En wij dachten, ja, we moeten een aansprekende trainer hebben die misschien niet... die niet voor de hand ligt enzovoort. Ja, enzo, is en wat Heracles dus... heeft gedaan met Wormoed. Nou ja, bijvoorbeeld. Maar jullie hadden in 2004 een hels karwei om Twente te redden. Maar ik denk dat het nog niet in de schaduw mag staan, maar wat er nu nog moet gebeuren. Dan hebben ze wel 4 Jopen nodig en 5 Aldo's. Ik weet dat niet. Ik volg het niet zo. Nee, maar hoe ze ervoor staan, Joop, dat lees je toch wel in de krant. Dat het financieel moeilijk wordt door corona. Dat ze geen selectie hebben met waarde. Dat ze 15 nieuwe moeten hebben. Dat er geen jeugd direct klaar staat om te debuteren. Ja. Het is van alle kanten, is het. Het wordt heel pittig. Maar wij hebben ook tijden gehad, dat viel helemaal niet op. Moesten ze gewoon 13 spelers vervangen. Er werd helemaal niet over gepraat. Was gewoon vanzelfsprekend. Vakantie hadden we eigenlijk nooit. Want als vakantie was in het bedrijf... waren we eigenlijk altijd op pad om spelers te halen. Ja. Je maakte helemaal geen geld op met vakantie, niks. Nee, we moesten al op pad. Wat dat betreft heb je het een stuk rustiger, Aldo. Ja, dat kan wel zeggen. Tot zijn vakantie was altijd in september of zo. Ja. Dan ging je even weg. Ja, vroeg het bedrijf alweer om aandacht. De eerste interlandweek, dat we in september, dat was zo. Ja. Wie moet de nieuwe trainer van Twente worden? Ja, joh, ik ben er nog uit. Ik ben er losgezongen. Ik kijk, het is... Je kijkt nog wel op Fox naar wedstrijden? Nee, dat is wel helemaal niet. Nee, heb ik ook. En hoe kijk je terug op überhaupt de era FC Twente? Ja, het was heel even heel geweldig en daarna wel een dikke shit. Ja. We gaan er niet te ver op door, omdat we gaan afronden. Was trouwens keerpunt, hè? Internationaal voor tegen Sporting Lissabon uit. Ja. We voetbalden van geen kant en in één keer was het er. Ja. Ja, en zo zie je maar weer toevallig. Hoe het kan lopen. Ja. Dat is voetbal. Mooi, dat was een aflevering van Voetbaltijd over het kampioenschap van FC Twente in 2010. Wanneer we er weer zijn, dat is met geen pen te beschrijven. Dat is niet te voorspellen, gelet op de coronastorm. Dat gaan we beleven. In ieder geval mooi dat we hier waren met Aldo. Aldo, bedankt. Ja. Aldo van der Laan. Joop Munsterman, mooi dat je er was. En natuurlijk René Wagelaar. We blijven hoe dan ook de actualiteit volgen. Dit was een aflevering van Voetbaltijd. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Tot ziens.